Hi, dat is dan weer de eerste aflevering voor tips voor eenvoudig huishouden. Ik zal even demonstreren wat nou het grote voordeel is van een bovenlader. Een wasmachine dus zonder zo'n patrijspoort, hè, zo'n ruimtje waar de was achter draait. Het voordeel is dat je dus niet hoeft te bukken de hele tijd om te wassen. Ik zal even laten zien hoe het eigenlijk hoort te zijn. Je hebt hier dus een wasmand en dan haal ik hier even wat uit, wat vuile was zo. Nou, dat ligt dan klaar. Dan heb ik hier emmer water en die gooi ik erin. Doe ik nu niet echt, want dan moet ik echt gaan wassen. Maar kijk, zie je hoe makkelijk? Nou, dat water gaat erin. Nou, dan pak ik mijn vieze was. Oh ja, er moet natuurlijk nog een wasmiddel bij. Symbolisch, hè? Dat kan je doen met zoveel als je wil. Ja, wat lekker luchtje in de wasverzachter. Dat gooi je er ook bij. Nou, en dan ga je gewoon zo met je vieze was zo erin. In die bovenlader. Dat moet ik dus met twee handen doen. Want ja, ik heb die maar één hand is de camera. En je doet je was zo. Flop, 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 flop. Heel veel schuim. Blop, 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 blop. Nou, als je klaar bent, dan met twee handen dan wring je het uit zo. Zo'n prop, weet je wel. Dan komt al het water eruit. Nou, dan sla je het een beetje droog. Dan neem je het mee. Nou komt de truc dus. Dan zal ik laten zien hoe mooi het is dat je dat meteen kan combineren dus met afwassen. En daarvoor hebben we de vaatwasser, een ja, ingebouwde vaatwasser. Even mijn emmer halen, die heb ik daar ook voor nodig. Mijn kat vindt het heel raar als ik huishoudelijke klussen doe, maar het leven gaat door. Dus, nou, het mooie van inbouwapparatuur is dus je trekt hem open. En je hebt hier dus een vaatwasser, zoals dat heet. Nou, en het mooie ervan is dat je dan een laadje kan uittrekken op wieltjes. Dat zet je zo neer. Dan zet je emmer, zet je erin, zet je erop zo. Ja, hij gaat nu een beetje scheef. De afwas die gooi je erin. Zie je? De afwas op. Nou, dat gaat een beetje. Een afwasmiddel bij. En dan kan je dus eigenlijk zo met één hand kan je afwas doen. Mensen denken altijd dat je dat met twee handen moet doen, maar je ziet het gaat gewoon. Je steekt gewoon je borstel erin nou, het gaat eigenlijk makkelijker dan je ooit had kunnen denken. Zo was je dus af. Nou, ik ben echt pietje precies, dus dat duurt wel een uur voor één koffiekopje. Als ik dus echt gasten heb, dan zijn we dus wel. Nou, dan moet ik er wel een week voor uittrekken hoor. Maar ja, ik heb inbouwapparatuur, dus je ziet hoe makkelijk dat staat, hè, die emmer. Zie je dat? Ik sla de borstel af. Nou, ik haal mijn vieze, nou ja, mijn schone afwas eruit. Uitdruipen, zie je, uitdruipen in de emmer. Die zet ik dan even aanrecht. En nou is het allermooiste dat ik ook ontdekt heb dat ik een droger heb. Dus die gaat dus eigenlijk open. Je zet hem aan. Dan kan je dus en zowel je kopje erin zetten, zie je, als je natte schone was. Zo. En dan doe je het droger dicht. Dan zet je hem op nou 500, 700, 1500 graden, denk ik. En dan wachten, wachten, wachten tot de rook uitkomt. Dan is het klaar. Klaar. Zo makkelijk is het eigenlijk huishouden. Zie je? Dus daar staat de handel. Ik bedoel, je haalt je emmer gewoon weg. Je doet gewoon weer het laadje dicht. Zo, je doet de klep dicht. Nou, klaar is Kees. Ik bedoel, zo makkelijk is dus is huishouden. Tot
Tot de volgende keer. Ik geloof dat mijn camera in de war is van de emotie.